Ik heb een leuk gehad. Heb je het leuk gehad vandaag? Ja. Oh, dat is zo lief. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik heb de hele week vanaf dat ik terug ben uit Marokko ziek in bed gelegen. Dus ik heb al mijn afspraken afgezegd. Ik had echt super leuke dingen te doen. En ja, ik heb helaas alles af moeten zeggen. Een beetje overbelicht. Ik ga hier staan. Dus daar baal ik wel heel erg van. Ik ga nu wel even naar de kapper, gewoon in mijn trainingspak. Nieuwe extensions laten zetten, want ik had die afspraak al heel lang staan en het is vlak bij mijn huis. Dus daar ga ik nu naartoe. En ik ga jullie wel meenemen, want ik wil wel blijven vloggen, maar ik weet niet of het wel leuk is. Maar we zien het wel. Ik ben bij Beauty by Rose aangekomen en Andrea doet vandaag mijn haar. Tenminste, de eerste extensions zitten erin. En die zijn super lang. Maar die gaan we straks knippen. En ik draag altijd mijn haar zo half hoog. En heel veel mensen vragen of dat kan met extensions. Maar we plannen het er dus zeg maar zo een beetje omheen. Dat het... dat je ze niet ziet zitten. Dus dat zijn we nu even aan het doen. En ik ben weer thuis. En ik voel me echt flink beroerd nadat ik naar de kapper ben geweest. Dus ik blijf in bed. En mijn haar, ik vind mijn haar een beetje te kort geworden. Alleen, dat is een beetje mijn eigen schuld. Want ik heb het verkeerd aangegeven. I guess. Maar ik ben me alweer heel blij met die nieuwe extensions. Echt weer super zacht. En ik ben sowieso echt super blij met die extensions. Ik ga dus naar Beauty by Rose. Al heel lang. Dus... Een super enorm blikje cola. Mag ik ook een cola? Ja. En is het zo donker eind van de dag? Het is zo donker? Ik haat het. Kun jij de camera vasthouden? Ja. Maar vind jij het echt te kort? Nou, ik denk als je de krul erin doet, dan wordt het best kort. Oh ja, ik had er niet over nagedacht. Maar ik vind het wel fris hoor. Ik hou er wel op zich wel van. En het maakt je wel, ja, het is fris. Zeg je dat goed? Het maakt je wel... Fris. Ja, snap je wat ik daarmee bedoel? Ik wil het wel wat meer stijl gaan dragen, want ik vind stijl haar dus best wel leuk. Dus het gaat wel. Ja, het is wel leuk. Nou, ik vind het wel mooi. Ja, cool. Het is goed zo. Het ziet er wel weer even goed en gezond uit allemaal. Oké, nu ja, mijn extensions zijn ook... Ja, goed gelukt. Dit zijn zulke flauwe grappen. Ik ben er zelf heel blij bij. Oh my god. De lamp gaat zelfs uit. De lamp gaat ervan uit. Is toch een leuk grapje? Mm-mm. Vinden jullie van mijn extensions? Ik ga dus al heel lang naar Beauty by Jan. We zijn echt blij met onze nieuwe televisie. Zo blij. Kijk, ik heb hem afgemaakt. Met een mooi gootje. Voor de... Waar ben je dan als je zo'n gootje wilt hebben? Je hebt altijd een mooi woord van. Als je niet tegen draden kan. Daar heb ik geen mooi woord voor. Maar wat ben je dan ook weer? Een... Hoe heet dat nou? Ik weet dat woord als niet. Alles dat weg... niet. Als alles weggewerkt moet worden, omdat je anders zeg maar er niet tegen kan. Tegen rotzooi en zo. Ik heb dat niet. OCD? OCD. Precies. Wij zijn niet OCD zoals jullie zien. Nee, maar ik... Ja, maar niemand... Ik bedoel, iedereen die houdt toch van een klein kabelgootje. Dat is toch heerlijk. Oké, nu gaan we ophangen. Ophangen? Oké. Okay. Want de kaart is bijna vol. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik heb me voor het eerst in een week weer even een beetje opgemaakt. Ik zie nog wel heel bleek, maar ik dacht ik laat even zien wat ik aan heb. En ik ga nu naar afspraken en naar de kapper, mijn uitgroei verven. Dus ik neem jullie gezellig mee vandaag. Ik ben aangekomen bij de color. En ik ga mijn haar dus nu highlighten in plaats van het helemaal verven. Dus ik ben heel benieuwd hoe het wordt. Ik heb het vanochtend natuurlijk gezien. Voordat ik gewerkt had. En nu zit het erin. En ik ga zo het eindresultaat laten zien. Hey guys! Ik zit echt helemaal ergens weggestopt in mijn jas. Het is vandaag zaterdag. En ik heb net een middagdutje gedaan. Ik ben net wakker. En Olly ook. En we gaan nu naar de stad. Dus, let's go. Ik kan mezelf niet eens filmen. Moet ik hem uitzoomen? Ik zit gewoon in één groot pak jas. Hey! Piep. Olivia, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Naar de stad, toch? Vind je dat leuk? Ja! Ja, we gaan een nieuwe knuffel kopen voor Olivia. Dus dat is super gezellig. Mama,
En wat gaan we nog meer doen, mama Noor? Ik wilde misschien een ring kopen. Cool. En ik heb zo'n steken. Ja, in je buik. Nog steeds. Zo, dat is niet normaal. Ik kan nauwelijks staan gewoon. Ja. Wat een pijn. Misschien wel even goed om toch... Ja, ik ga naar de dokter deze week. Nou ja, dat sowieso, maar een beetje in beweging ook. Ja. Dat moet ik zoveel onderfilmen. Ja, dat weet ik. Moet ik zo doen, toch? Ja. In dat geel is zo gestoord. Zoveel erger hier aan. Ik vind het echt gewoon een enorme miskoop geweest. Oké. Nee hoor. We zijn in de Starbucks. En we gaan Starbucks halen en eruit lopen naar buiten. Ik heb hier echt een nieuwe knuffel gekregen net. Vind je mooi? Ja. Ben je blij mee? Laat je andere cadeautje even zien, je koffertje. Dus dat. En tot donker, het is super koud. Nee, niet doen, dat is niet leuk. En Sander heeft een pet gekocht van Balenciaga. Ik heb deze vintage dingen gekocht. Deze. Oké, we zijn in de stad geweest. Ik vond het zo druk. Goh, maar ik ben echt bursting out of happiness. Want kijk, Starbucks heeft kerstbekers. Het is hier nog steeds echt super druk. Zo druk, niet normaal. En ja, normaal gesproken, niet om de ene van, maar hoe vaak lopen we op zaterdag door de stad? Ja, gewoon twee keer per jaar. Ik loop heel af en toe met Bibi. Ik denk 5 keer per jaar. Oh ja. Ja, en ik ben altijd onderweg. Dus het is voor mij ook een beetje weird om hier dan rond te lopen. Ik vind het wel gezellig. Het is ook wel leuk dat het dan... S'avonds weer wat vroeger donker is, ja. Echt superleuk. Ja, is het ook wel. Ja, ik moet ook niet zeuren. Het is een beetje Amsterdams om te zeuren over dat het zo druk is in de stad. Terwijl, eigenlijk is het mega tof, want er komt geld binnen bij de lokale ondernemers. De stad is in beweging. Ja, toch? Absoluut. Of we zullen elkaar vragen stellen? Oké, is goed. Oké, vraag maar iets wat je nooit hebt durven te vragen. Aan jou? Ja. Of wat je nog nooit gevraagd hebt, niet zozeer durven. Dat weet ik van in. Ik ken je al 180 jaar. Ja, true. Hoe oud? Leuk gehad, liever. Hoe oud was je toen je voor het eerst seks had? Ja, dat is normaal. Dat is waarom ben je zo vervelend? Ik ben niet vervelend. Doe die camera weg. Ik zit er ook echt super klein op. Oh ja, dat klopt. Maar dat, als ik hem vasthoud, dan moet ik hem echt zo. Hoe mooi gezicht heb je. Olivia, vraag eens iets aan mij, wat je nog nooit aan mij gevraagd hebt. Dit is wel een leuk beeld. Vraag het maar. Ik heb het leuk gehad. Heb je het leuk gehad vandaag? Ja. Oh, dat is zo lief. We waren dus de hele dag in de stad. Eerst met Bibi. Daar hebben we twee spijkerbroeken voor gekocht. Dat is echt heel tof, die moet je zien. Alleen ik vond ze wel heel strak. Welke maat is er dan? 24? Ja, 24. En ik vond het wel heel strak en het moest dan ook heel hoog. Ja, maar dat is lekker. Dat is ja, dat lekker. Snap ik. Ja, dat snap ik. Nee, maar kijk, het blijft natuurlijk wel gewoon mijn dochter van 3. Die nu in één keer 14 is. Het is wel weird. Nu is 13, maar maakt het ja, oké, maar dat is echt nog 6 weken. Ja. Oké, wij zijn weer thuis uit de stad en ik heb een leuk speelgoed voor Olivia gekocht. Dat gaan we even uitpakken en het is best wel laat, eigenlijk veel te laat, dus we moeten snel koken, want anders gaat Olivia ontploffen van honger. En we gaan even koken en we dachten het is wel leuk als we weer een keer koken filmen. Ga ik een cadeautje? Ja, ik ga je cadeautjes pakken. Je speelgoed. Dit is zo leuk. Olivia kan nu allemaal rollenspellen doen, want ze heeft hele grote fantasie. En kan ze met al die dingetjes spelen, vind ik zo leuk. Ik zit dus nu naar de vlogbeelden te kijken van gisteren en ik realiseer me nu dat ik gisteren naar de kapper ben geweest en gewoon niet het eindresultaat heb gefilmd. En dat is nu ook best wel lastig om te zien omdat ik highlights heb. Oh, mijn kaart is vol, wacht. Anyways, ik heb dus highlights gedaan. Kijk, in de uitgroei. Maar ik heb mijn haar nog niet eens gekamd vandaag. Dus het is een beetje moeilijk om te zien. Maar als ik het morgen of overmorgen goed heb gedaan, dan laat ik het wel even zien hoe het er goed uitziet. Ja, en ik baal nog steeds echt van mijn huid. Ik heb echt een slechte huid, maar
is moeilijk om te zien. Zo. En ik denk toch dat er al mijn snoep en frituur eten en slecht slapen en zo komt. Dus ik moet maar echt mijn levensstijl veranderen. En we zijn nog wel nog steeds gestopt met roken, dus dat is heel goed. We zijn nu 2 weken gestopt met roken. Ik denk ook niet meer dat we, tenminste, ik denk niet dat we meer gaan roken. Dus dat is goed. Ja, en Sander gaat nu koken, iets heel lekkers. Zou ik dat filmen? Vind je dat leuk? Ja. Oké. What are you making? Salmrepjes. Met mini taco's. Niet zoveel. En een, dit is echt lekker kop. Oh, ik dacht dat je gewoon... Nee. Ja, sowieso. Nou, salmrepjes. Weet je wel, met mini taco's. En een beetje peterselie. En dan kwark met avocado. Een soort van dip is dat, echt super lekker. Ja, super lekker. Van Pauline's Kitchen. Ja, ik heb dit wel een keer volgens mij gefilmd. Ja, volgens mij ook. Maar het is echt heel lekker. En natuurlijk 16 bier om het vrouwenleven te overleven. Oké, cool. Ik ben bijna klaar met dat gerechtje wat Noor zei. Het is heel simpel. Je hebt een beetje platte peterselie, een zalmpje, 2-3 minuten elke kant. Snijd een rood uitje. Beetje tomaatjes en dat sausje van een geprakte avocado, 2 eetlepels yoghurt, beetje citroen, beetje peper en zout en dan is het letterlijk binnen een kwartier gedaan. Want ik vind het op zich niet heel erg om te koken, maar als ik er uren mee bezig ben, haat ik toch. En dit is lekker snel en lekker effectief. Dus ga je doen. Het ziet er echt lekker uit. Doen, zo. Wil je mijne zonder ui maken? Ja, dat is goed. Zo buik ervan. Zo. Dit is zo lekker, deze dip. Heel simpel. Mijn favoriete gedeelte ervan. Dit, Anna, doe ik extra voor jou. Nee, dat hoeft niet. Deze doe ik er dan op. Zo. En dan doe je hem dicht. Zo. Yay, I'm so excited. To eat. En ik had nog een heel klein beetje broccoli in de oven met cheddar. Ja, dat is zo lekker. Olly vindt dit echt geweldig. Dus dat zijn een soort broccoli pizza's. Oké, ik ben boven. Dit is mijn nieuwe ding in de vlog. Normaal zeg ik altijd hey guys. Oké, guys. Hey guys. En ik begin nu echt volgens mij elk stuk in de vlog met oké. Maar oké. Ik heb thee. Hey Noor. Ja? Oké. Wat ben je aan het doen? Ik ben in mijn verhaal bezig over een non die een pornoster is geworden. Een non die een pornoster is geworden? Ja. Oké, nee, we gaan nu even tot serious business over. Luister jongens. Kijk. Don't judge me. Dit is allemaal rotzooi. Maar de meeste van die rotzooi gaat weg. Dit is tenminste rotzooi. Het zijn hele leuke dingen. Dit is mijn pyjama die ik even nu aandoe. Ik ga bij alles weg doen voor de closet sale. Ik ga de tickets hieronder zetten. Tickets ga ik hieronder zetten. Een link naar de closet sale. Ik hoop dat ze er nog zijn als je kijkt. Ze zijn bijna op. Zeg maar alle tijdsvlakken zijn uitverkocht. Alleen het laatste tijdvlak hebben we nog tickets. Dus mocht je erbij willen zijn, dan koop dan nu je tickets. Ja, ze zijn dus een tientje, maar dat krijg je dus terug als korting. Dus het is eigenlijk gratis. En je krijgt zo'n oogmasker van Monica Noor en allemaal leuke dingen in de goodiebag. Ook gewoon echt veel jassen wegdoen. Ik ga deze wegdoen, bijvoorbeeld. Ik ga eigenlijk bijna al mijn jassen wegdoen. Ik heb gewoon veel te veel spullen en ik wil weer een minimalistische kast. En ik ga alles gewoon echt wegdoen voor gewoon niet veel, 20, 30 euro en zo. Tommy truien, dingetjes, van alles. Ik ga er even doorheen. Deze die is denk ik niet mooi genoeg voor de closet sale. Ik denk dat ik die gewoon wegdoe. Die fluffy bomber. Ik ga hem even wassen, kijk even hoe die eruit ziet. Daarna. Oké, dus Saturday night. Schoenenkast is trouwens wel redelijk georganiseerd. Er gaat ook een aantal van weg. Maar ik weet nog niet wat, misschien wat Nikes of zo. Ja, dus ik ga dit nu doen. En dan zien jullie mij zo weer terug. Vinden jullie trouwens van mijn nieuwe hoesje? Hij komt ook op Somewhere. Maar ik ga hem wel alvast verkopen op de closet sale ook volgende week. Als eerste dus.
Want hij staat nog niet op zomer. Ik denk dat ik hem na volgend weekend... De klas stil is dus volgend weekend. Ik denk dat ik hem na volgend weekend online knal. Wow, het is al 9:45. Normaal slaap ik al om dit tijdstip. Het is echt laat. Oh ja, en ik heb al mijn nieuwe ringen. Die wilde ik dus vanmiddag filmen. Kijk. Deze. Nou, deze camera is echt zo'n flutting met scherpstellen. Oh, nu doet hij het wel. Die is één hand. Is de andere hand. Oké, let's go. Oké, guys. Ik heb mijn make-up eraf gehaald en ik lig lekker in bed. Het is even later en ik ben echt super, super, super moe. En ik voel me weer echt niet lekker. Ik heb echt super pijn in mijn buik en misselijk van dit intensieve opruimen. En we hebben best wel ver gelopen vandaag. I don't know. Ik moest net weer bijna overgeven. Dus we gaan even een serie kijken en slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben hieronder. En ik zie jullie woensdag weer.